Heb jij moeite om te breken met zoals het hoort? Dat is helemaal niet gek. Veel hoogsensitieve high sensation seekers komen er op een gegeven moment achter dat ze onderprikkeld zijn. Te weinig voldoening, te weinig zingeving, te weinig blijheid en uitdaging. Dus je hebt keuzes te maken om het anders te gaan doen. Maar heel vaak is dat niet zoals de meeste mensen dat doen. Dus je wil misschien een totaal andere baan in een ander vakgebied, of je wil iets combineren, twee banen of een baan en ondernemerschap. Je wil misschien hele andere werktijden, je wil opeens switchen naar creatievere beroepen. Het kan allemaal. En waarom is dat nu zo moeilijk? In deze video leg ik dat uit, hoe dat komt en wat je eraan kan doen. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitiviteit, high sensation seekers en persoonlijke ontwikkeling. En ik doe dat graag op een visuele manier. Vind je dat leuk? Abonneer je dan even op mijn kanaal en like dan gelijk even deze video. Zo help je mij in mijn zichtbaarheid en blijf jij op de hoogte. Hoe komt het nou dat het zo lastig is om te breken met hoe het in zijn algemeenheid hoort? En eigenlijk, hoe het hoort is ook maar een gemiddelde. Maar vaak houden we ons aan de regels en richtlijnen van ons gezin van herkomst, van onze ouders, opa's en oma's. En daarvan hebben we geleerd wat is goed en wat is fout. En als we geleerd hebben wat goed is en fout, dan hebben we ook automatisch regels waar we ons aan moeten houden. Want dan is het goed. Dus we hebben ons geleerd ons aan te passen en heel mooi te lopen naar een bepaald doel waar je voor opgeleid bent, of waarvan jij denkt, dat wordt van mij verwacht. Zo hoor ik mijn leven in te richten. Maar wat nou als je eigenlijk dit zou willen? Veel kleurrijker, veel diverser, heel anders dan hoe de meeste mensen in de wereld staan. En dat is helemaal niet raar, want jij behoort tot de uitzonderingen. Jouw brein is net even iets anders bedraad, waardoor jij ook meer afwisseling nodig hebt. En dat is heel lastig om opeens naar een andere richting te bewegen en andere keuzes te maken. Want het kan maar zo zijn dat je dan geconfronteerd wordt met de regels en richtlijnen hoe het hoort. En deze kant is niet oké. Dus dan dwing je jezelf om hier te gaan zoeken. Want dit is de richting die wel oké is. En dan kom je klem te zitten, want dan heb je geen keuzevrijheid. En dat geeft dus ontzettend veel stress op het moment dat je deze kant op blijft bewegen, want dat is niet wat je van binnen voelt. Hoe zou je hier nou naar kunnen kijken om het makkelijker te maken? Onbewust kijken we dus naar zoals we opgevoed zijn door onze ouders, onze grootouders, hoe zij in het leven stonden en hoe zij het allemaal deden. Dat waren de set regels en richtlijnen. Maar hoe zou het zijn om je te realiseren dat jouw familiesysteem veel groter is dan alleen je ouders en je grootouders? Want daarachter staan natuurlijk ook je overgrootouders en je bedovergrootouders. En daarachter een nog veel langere rij, totdat er ergens een oervader en een oermoeder is. En uit dit hele gigantische systeem ben jij geboren. En de talenten en de eigenschappen die jij in je hebt, die komen hier ergens vandaan. Er zijn hier voorouders geweest die precies hetzelfde deden als jij, zichzelf hetzelfde voelen als jij. En hoe zou het zijn om daar contact mee te maken met de voorouders die het misschien toen ook al net iets anders deden dan andere mensen? Want ze staan er hoor, overal. Wie weet, kennen ze niet, maar het is toch leuk om het je voor te stellen dat we ergens een piraat hebben. Dat we ergens een showbiz woman hebben. Ergens een power lady. Een sprookjesfiguur. Kortom, er zijn in jouw voorouderveld mensen met bepaalde talenten die jij hebt geërfd. Via hun kinderen, naar jouw grootouders, naar jouw ouders. En hoe zou het voor je zijn om te zien dat dat wat jij hebt geleerd, wat goed is en fout, mogelijkerwijs maar een heel klein filter is van alles en iedereen die hier ook in jouw veld staat.
En probeer je eens voor te stellen dat er achter jou mensen staan die talenten hebben doorgegeven, waar jij het zou kunnen ophalen. En het net even iets anders kan gaan doen dan dat wat je geleerd hebt. Want ook hun bloed, ook hun genen maken je misschien wat wankel, maar uiteindelijk is dit ook hoe het hoort, hoe het ook zit in jouw familiesysteem. En dan wordt het een stukje makkelijker, want dan is het natuurlijk fijn dat jij in een tijd leeft waar je wel al die kwaliteiten en talenten in zou kunnen zetten, zodat jij meer uitdaging hebt, zingeving en voldoening. Dat wat zij misschien niet konden, omdat er meer overleefd moest worden en er minder mogelijkheden waren en dan in deze tijd. Ik wens je veel succes in het visualiseren van alle mooie, kleurrijke figuren in jouw familiesysteem. En voel je gesteund, want zij staan ook achter jou. En dan kun je het misschien net even anders doen dan waarvan jij denkt dat het hoort.